arme Arthur. En doneer. Nee, grapje. Maar een like is altijd leuk. Dus... Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe video, zeker weten. Even een tipje, wees dat je moeder blij is en niet stelen. Maar we gaan verder. Arthur heeft een Lamborghini. Jongens, we kunnen dromen als ik een Lamborghini zou hebben. En ja, laten we gewoon beginnen. Even kijken hoe ik dat heb aangepakt in de video. Super grappig. Daar gaat hij. Nou mensen, ik ga weer weg. Kijk, hier was ik al volop aan het vloggen gewoon. Ik was echt die vlogboy. Hij laat zijn waggie even eruit. Waarschuwing. Seizoen 2 van Chill Sessie is er weer. Doe een like voor arme Arthur. En doneer. Nee, grapje. Maar een like is altijd leuk. Dus like. Oké, introotje. Ik vond die intro wel lauw, weet je. Het is gewoon hard. Maar we gaan verder, jongens. Kom op. Even die intro snel. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering. Hallo. Hartstikke leuk. Welkom samen bij een nieuwe aflevering. Samen met Martijn. Ja. Ik ken haar wel hoor, jongens, rustig. Daar was ik die boy die alcohol steelde in de winkels, uit winkels en al die shit. Ik was helemaal gek. Ik was alleen maar dronken. Het was echt niet leuk. Dat waren echt de enge tijden gewoon met mij. Serieus. Dat waren enge tijden. Dat is Danny Boy. Wie is dat? Dat is Valentijn. Valerio. 2, Strijder. Ai, die box hadden wij, dat weet ik nog wel. We hadden zeg maar een box en dan doe je 1, 2 en dan Strijder, zeg je dan. Ik weet ook niet waarom, maar dat was vroeger zo. Maar nu is het niet meer zo hoor, nu doen we gewoon zo en dan zijn we klaar, weet je. Maar vroeger was het altijd 1, 2, Strijder, weet je wel, zo pan. Maar ja, dat wouden we populair maken, maar het lukte niet. Je bent vervelend gewoon, hè Stan. Maar ken eens met Freek. Dit is Freek. Ja. Wat is het voor een dier? Oh ja, Stan had altijd een knuffel bij zich. Dat was ook zo. Serieus, die Stan, hè, die is echt helemaal gek geworden. Had altijd een knuffel bij zich. Echt zo'n konijnknuffeltje. Dat je denkt van waar de fuck heb je die vandaan? Ik weet nog steeds niet waar die, hij dat knuffeltje vandaan heeft. Oh, er komen allemaal herinneringen terug, hè. Dit is de ene keer, zeg maar, de tijden waar ik wel gewoon alcohol had om te stelen. Maar weet dat, we gingen altijd koffie halen. Koffie halen bij de Plus en daar had ik bijna dus een soort van een winkelverbod van gekregen. Ja. Oh nee, jij ook even likken, jij ook. Ja, what the fuck? Echt likken. Ja, weet je, het is echt... Jij ook even likken. Ik denk echt bij mezelf, wat heeft de mensheid dit nog... Ja, ik weet niet waarom staat het online en zo, maar ja, weet je, ik heb het gewoon online gegooid die ene keer. Met de double is. Ja, nee, vertel. Je hebt al 5 keer mijn naam. Doe. Martijn. Ja, ja. Doe. Ik ga je smekken, doe. Hoe heet hij? Piet. Hij heet Björn. Lucas. Wat vind je nou van Martijn? Wat vind je nou van mijn nieuwe pet? Oh ja, toen had hij een nieuwe pet. Heel, echt fucking alleen maar minuten lang. Wat vind je van mijn pet? Wat vind je van mijn pet? Heel de tijd. Ik werd helemaal gek van... Hij wou het altijd over zijn pet hebben en shit. Was helemaal irritant. En dan moest je zeggen, ja Martijn, ik vond hem wel mooi. Maar nu is dat niet meer. Ik had een zwarte muts, ja. Ik was dus tuber fan. Maar oké. Gaan ze even energy halen, weet je. Ah ja, en toen ging ik altijd energy halen in supermarkten. Helemaal eng. Maar mensen, volgende video wil je even kijken. Die shot is eigenlijk wel creatief. Maar we gaan naar de volgende video. Oh ja, dat is ook zo. Oh, deze is lauw. Fietsen stelen gaat fout. En die herkenden mij al. Die wisten al wie ik was en shit. Maar kijk gewoon mensen. Kijk hoe fucking vet het is. We deden eigenlijk... Dit hebben we niet gespeeld, hè jongens. Dit is echt. Dit is really real. Maar ze wisten dat dat zeg maar nep was en dat het voor de video was. Maar het is wel grappig gedaan, serieus. Want ze herkenden mij zeg maar daar zo. Martijn, fuck jou. We hebben je fiets. We gaan hem... Oh nee, dat is niet deze video. Het is weer een vlogje zeker. Ja, het is een vlogje.
Ik was echt wel een fanatieke vlogger, hoor. Echt waar, serieus. Kijk mij met mijn zonnebril. Oh, wat erg. Alsof hij een echte gangster is. Van de straten. Oh, dat is wel, hey, dat is wel creatief, eerlijk. Die, Ja, oké, ja. Duizend! 10 klonk zo raar. Dus Lucas zei, ja, 1000, dat klinkt cooler. Dus ik zo geknipt. En zo, 1000, ja, 1000. Super grappig. Deze van Martijn, die gaan we even stelen. We zijn helemaal klaar. Zo. Wie staat daarachter? Oh, dat was vroeger een vriend van mij, Danny heet hij. En hij stond altijd achter de schermen, stond te kijken wat wij aan het doen waren. Hij vond het wel cool, weet je, hij vond het wel leuk. Ik had daar op die video's had ik 300 views of zo. Zoveel haalde ik en toen was het alweer. En daar was ik super trots op, daar was ik echt blij mee. En nu pak ik gewoon 5000. Echt niet normaal gewoon. Je moet wel goed rijden. Oké, kom, we gaan. En weet je, het is alleen maar kloten geweest vroeger. Vroeger was het altijd alleen maar kloten en een beetje gek doen en bla bla bla. Maar nu ja, nu probeer ik het wel allemaal professioneel aan te pakken en meer vette shit maken. Ja ja, oké, hebben we nog iets? Oh ja, we doen er nog eentje en dan stoppen we. Oké, dus 1, 2, 3, de stand wordt geslagen is het. 1, 2, 3, go. Ja, die geel, jongen, ik weet niet waarom ik dat gedaan had. Maar die geel, dat is echt niet normaal gewoon. Ik weet niet wat er met mij aan de hand was. Ja, ik had altijd de zonnebril op. Weet je waarom? Dit waren die tijden dat ik alcohol uit de winkels deelde en shit. En dat ik gewoon alleen maar dronken was. Met de zonnebril op, om zeg maar dat mensen het niet konden zien dat ik dat altijd was. Het waren echt zware tijden, ik zweer je. En ik ging toch gewoon lekker verder met mijn hobby, weet je. Mij boeide het niet. Ik ging gewoon verder. Er waren ook mensen die het wouden kapot maken wat ik had. Maar er is niks gebeurd. Kijk, gekke shit man. Als je met Britvi chillt, chill je met veel mensen, ik zweer je. Dat is Selene. Dat is dan. Het is die ene gozer van Britvi. Hij heeft alleen een staartje. Jij bent toch die ene van Prittenvie? Echt geweldig man. Echt leuk om oude video's terug te kijken. Ik. Het heeft zeg maar een soort van herinnering. En daarbij, ja, dat vind ik mooi om te zien. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden om de video te kijken. Als je het nou lauw vond, doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Reageer ook even natuurlijk, want dat is super fijn. Want dat vind ik leuk, dan kan ik zien wat mijn kijkers allemaal willen. En doe dat gewoon, reageer. En deel de video even met al je vrienden op social media. Twitter, Facebook, Instagram. Deel het gewoon, weet je, op WhatsApp mag ook. En natuurlijk even tegen al je vrienden buiten zeggen dat ik besta. En dan zie ik jullie weer later. We'll be right back.